Zometeen in het DBC-nieuws van woensdag 15 november. Breukersplein wordt gedeeltelijk blauwe zone. De Prinsencarnaval stromen binnen. Mantelzorgers in het zonnetje gezet. En ruim 900 vogels pronken met hun veren. Bij Plus houden we van blije klanten. Daarom kun je sparen voor het gratis boodschappenpakket ter waarde van 50 euro. Daar zit van alles in voor iedereen. Kerstwafels. Die is voor mij. Nee. Doe niet zo flauw, joh. Nu bij Plus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel. Welkom bij het DBC Nieuws. Het DBC Nieuws is een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Ongeveer de helft van het Breukersplein zal deze week een blauwe zone worden. Door nieuwe parkeerregels staat dit plein overvol met auto's die langer dan 2 uur geparkeerd staan. Met name ondernemers aan dit plein trokken aan de bel bij de gemeente, omdat hun klanten hun auto niet meer kwijt konden. DBC Nieuws sprak hierover met de wethouder, een ondernemer en met enkele parkeerders. Helemaal een definitieve blauwe zone wordt het niet. Wordt in ieder geval een proefperiode. Kijk, het is, we hebben geconstateerd dat inderdaad wat je zegt, dat het eigenlijk altijd overvol staat. We hebben intensief geteld hier in de buurt, ook op het Breukersplein zelf. En zijn toch wel tot de conclusie gekomen dat ongeveer 70% van wat hier staat, dat het echte langparkeerders zijn. En langparkeerders, dat kunnen zijn de mensen die 's morgens vroeg richting het station gaan. Kunnen ook de mensen zijn die in het centrum werkzaam zijn. Maar goed, al die langparkeerders zorgen er wel voor dat de kortparkeerders, waar het centrum natuurlijk ook behoefte aan heeft, dat is eigenlijk die plek in beslag nemen. En dat kun je een beetje reguleren door het blauw te maken. Ik moet bij de HEMA zijn. Dat is nog een stukje lopen dan? Ja, dat moet een stukje lopen. Okay. Dat is toch gezond? Is dit voor u dan de oplossing? Nou, voor de patiënten is het in ieder geval een oplossing. Maar voor de medewerkers van de praktijk, we werken hier soms met op topmomenten met 8 therapeuten, waarvan een deel met de auto komt en ook een deel regelmatig de praktijk uit moet en weer terug moet komen. Dus ook de auto ja, toch wel noodzaak heeft om te hebben en dichtbij te hebben. Ja, daar moeten we afwachten wat dat gaat opleveren. Als ik om 10:30 moeten zijn, dus ik ga snel een plekje zoeken. Doei. Het is toevallig dat ik de eerste keer, zolang als ik hier kom, met de auto nou, toevallig, dat ik voor de eerste keer plaats heb sinds dat het met die blauwe zone is. Ik zit al moeilijk met mijn lopen, want als ik dus met een auto kom, dan moet ik oftewel in de Wilhelminastraat of Julianastraat een auto neerzetten en hier naartoe lopen. En dan, ja, dan kan ik maar 100 meter lopen en dan moet ik weer even rusten. Waar moet u naartoe? Naar de markt. Naar de markt? Dan gaat u hier parkeren? Ja. Ja, altijd. Volgens mij als er iets nieuws is, dan begint het met het negativisme. Of dit het probleem op gaat lossen, daar kan ik er bijna 100% zeker van zijn. Dat zal het niet doen. Het zou heel mooi zijn, zoals dat wenselijk zijn, dat het probleem op zou lossen. Komende week gaan we kijken wat hier werkelijk speelt. Waar de parkeerdruk in werkelijkheid vandaan komt. De kentekens zijn geteld. Dus we weten dan precies wie is. Hoeveel bewoners staan hier. Wat is het percentage kortparkeerders? Wat is het percentage langparkeerders? En aan de hand daarvan kunnen we een strategie gaan bepalen wat we nu eigenlijk met het Breukersplein verder aan willen, CQ aan moeten. Nee, dat staat aardig vol, hè? Ja. Maar waarom komt u hier dan parkeren? Nou, ik kom niet parkeren. Ik woon hier namelijk op de Houtwerf, een eindje verder. Dus ik rij hier gewoon door en dan ben ik op een plek. Daar heb ik een vrije plaats. Vrijdag was het de dag van de mantelzorg. Bokstel greep deze gelegenheid aan om zo'n 100 mantelzorgers in het zonnetje te zetten. In Brede School de Wilgebroek wisselden de zorgverleners met elkaar ervaring uit. En was er ook voldoende ruimte om even lekker te genieten. Het Dukeskoor, Tom Praten Frans Bevers en troubadour Jan van der Heijden trakteerden het gezelschap op een mooi optreden. Het is het hoogtepunt van het jaar voor Vogelvreugd Ons Ideaal, de Nationale Vogelshow. Ruim 900 vogels met liefde gekweekt, gewassen en gepoetst voor de tentoonstelling en vol verwachting ingeschreven voor de show in de Rots.
Ja, het grote doel van de vogelshow is eigenlijk het in stand houden van de vogels zoals we ze nu hier allemaal hebben zitten. Er zijn heel veel vogels die met uitroeiing en uitsterven bedreigd worden. En door het kweken van onze vogels kunnen wij die vogels in stand houden. En blijft het ook voor de toekomst natuurlijk gewaarborgd. Ik zou heel graag met u even willen gaan kijken naar een van uw vogels. Ja. Nu is het zo dat jullie daar zoveel kijk op hebben. Kunt u nou ook zien hoe het vogeltje zich vandaag voelt? Nou, ze zijn wel gewend. Ze gaan natuurlijk naar meerdere wedstrijden. Dus hoe meer wedstrijden ze gehad hebben, hoe meer ze gewend zijn aan mensen die langs de kooi lopen. En over het algemeen zijn ze vrij rustig. Ze worden er ook een beetje op getraind al. Ik zelf doe het met jonge vogels die in de nest liggen, zeg maar al. Dan pakken ze er soms alles uit. En dan worden ze al rustig op het moment dat ze uitvliegen. En later worden ze ook getraind in de tentoonstellingskooi voordat ze echt naar de wedstrijd toe gaan. Hoeveel vogels zijn er vandaag in huis? 916. Meneer Van Alenbeek, u bent een grote winnaar, hoorde ik net. Want u bent uitverkoren tot algemeen winnaar. Ja. Proficiat. Ja, dankjewel. Hoe voelt u daar? Hoe voelt u zich daarbij? Ja, nou, dat is altijd fijn, hè. Als je heel het jaar gekweekt hebt. Bent u er dagelijks mee bezig? Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Dagelijks. Ja, iedere dag eigenlijk. Ik hoorde u straks de prijswinnaars bekendmaken. Bent u tevreden met de uitslag? Ja, ja, zeer tevreden. De prijzen die zijn verdeeld over heel veel liefhebbers. We hebben ook heel veel mensen die zeg maar van andere verenigingen die bij ons deelnemen. Maar iedereen valt eigenlijk toch wel in de prijzen. Dus ja, dat is heel leuk. Wie er ook met een mooie veren mogen gaan pronken zijn de Prinsencarnaval. De 11e van de 11e leverde dit weekeinde flink wat carnavalspret op in Boxtel NNS. In het kleine maar gezellige Ochelvorsepoel werd het dorpshuis zaterdag volledig op zijn kop gezet tijdens het 11-11-bal. Waar Arnoe van der Zanden en Teun van Kasteren werden geïnstalleerd als jeugdprinses en jeugdadjudant. Arnoe en Teun den Urste regeren komend carnaval over de kwakbollekes. Bij de volwassenen werd Rick van der Ven opnieuw uitgeroepen tot Prins Ricardo. Hij wordt dit jaar vergezeld door zijn dochter Esmee. Zij is bij de jeugd ceremoniemeester voor de feestelijkheden van de jeugdprinses. Vorig jaar overigens liet Prins Ricardo zijn huis speciaal met graffiti bespuiten om zijn prinsentitel wereldkundig te maken. We zijn benieuwd of hij deze stunt dit jaar gaat overtreffen. Van S naar Bokstel. Het gezellige In de Gat leverde zaterdag ook een kersverse prins af. Christiaan van Zochel werd in Hofpaleis Denzis door Buurtschap West gepresenteerd als prins Donald de Vijfde. Samen met adjudant Michel Vessies lijkt de vrolijke toon gezet voor weer een mooie carnaval in Bokstel. Dat de keuze op Christiaan van Zochel viel is een goede zet. Hij werd namelijk met Jan de Koning tweede. Tijdens het Kwekdeuntjesfestival met het lied Glaske aan uw snavel. Raadloos, de partners van de leden van de Bokstelse Raad van 11 staat garant voor het nieuwe carnavalslied van In de Gat. De dames wonnen de eerste prijs met het nummer 5 keren 11. Een toepasselijk lied om op te hossen tijdens het 55 jaar bestaan van openbaar carnaval in de Gat. Dit was het DBC-nieuws van vandaag. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.